Wat een prachtige lucht weer, hè? Echt mooi. Je ziet het wel. We hebben tijdelijk eventjes de vlag klem achter de deur vastgezet, zeg maar. Dus mensen kunnen hem nog wel zien. Maar hij wappert niet. En waarom? Ja, trouwens, ik wil allereerst, het is trouwens maandagochtend. Ik heb gisteren helemaal niks gefilmd. Ik heb gisteren, was ik even een beetje bezig met de reacties onder de video. De meeste waren positief en allemaal bedankt daarvoor. Dat was super. Maar er waren een aantal bij mensen, ook van de vlag, als die vlag dan los zou raken. Kijk, als je een heel groot een dekzeil of een lakenachtig iets hebt, zeg maar, iets heel groots. Stel dat die vlag 10 bij 10 zou zijn of zo. En je krijgt die op je auto, dan moet je wel even zorgen maken. Nou, dan rem je natuurlijk, je haalt de vlag eraf en je rijdt weer door. Dus eigenlijk is er niks aan de hand. Maar goed, dit is dan wat sommige mensen zeggen en de politie ook. Hè. En er was iemand die was aangehouden en had de politie had die vlag eraf gehaald. Het kan niet worden gezegd, want de vlag is eigendom en de auto is ook eigendom. Kijk, als je maar een lantaarnpaal knoopt, dan zou ze kunnen zeggen, dat mag niet, want een lantaarnpaal is niet jouw eigendom. Moet ik wel zeggen dat ik het wel een beetje lullig vind, want als er bijvoorbeeld een wereldkampioenschap voetbal is, of Europees kampioenschap, of weet ik wat, met zelf niet zo op de hoogte van voetbal, maar dan wordt alles oranje. Als je de auto's ziet, sommigen die spuiten gewoon de hele auto oranje. Schilderen hem oranje met de rollen, weet ik wat. Maar dan hebben ze ook allerlei vlaggen op de auto. Er wordt niks van gezegd. Dan wordt er ook allerlei vlaggen opgehangen aan straatmeubilair, zoals lantaarnpalen en zo. Dat heb je ook met dorpsfeesten. Daar wordt niks van gezegd. En nou, met de boerenvlaggen, dan wordt er in één keer gezegd, dat kan niet wat je doet. Oh ja. Maar trouwens ook, daar werd dan ook nog gezegd dat het niet erg netjes was hoe wij met de vlag omgingen. Maar daar moet je toch respect voor hebben. Maar ik vind toch wel dat de regering op het moment respectloos met ons omgaat. En dan denk ik, dan hoef je ook daar geen respect voor te hebben. Soms schaam ik me wel eens een Nederlander te zijn. Maar dan denk ik, kijk maar verder in de wereld. Het is overal zo. Overal in de wereld, moet je niet alleen de NOS kijken natuurlijk, want die laten dat niet zien. Maar overal in de wereld zie je dat de mensen in opstand komen. Er is echt een hele grote opstand gaande. En ik denk niet dat de overheid het redt. Het heeft allemaal te maken met controle. Maar de mensen die zien dat nog niet. Ik snap niet dat ze het niet zien. Want dat is nu al meer dan 2 jaar aan de gang. En denk ik, nou moet je het toch eens een keer zien. Maar goed. Wij zijn altijd heel kritisch op dingen, hè, wat er gezegd wordt. Daar gaan we altijd, we geloven het niet gelijk. Niet dat we gelijk zeggen, het is niet waar. Maar we gaan eerst eventjes erin duiken. Even kijken wat er aan de hand is. En net wat ik zeg. Niet gelijk alles geloven wat je zomaar hoort. Hè? En laten we eerlijk zijn. Het meeste wat je nou hoort is NOS en de krant. Hè, als je de krant leest. Maar er zijn nog heel veel bronnen, zeg maar. Hè, om de waarheid boven water te houden. En ik, als iemand wat tegen me zegt wat ongeloofwaardig is, dan neem ik dat niet gelijk, of dan geloof ik het niet gelijk. Zoals bijvoorbeeld dat verhaal met de stikstof. Ik bedoel, als je kijkt dat, en dan noem ik maar één voorbeeld, dat iemand die heeft op een gegeven moment uitgezocht. Even een beetje mooie achtergrond. Die heeft uitgezocht wat waar is van de cijfers van de stikstof. En ook blijkt, en dan noem ik maar één ding, hè. Er zijn veel meer punten. Het blijkt dat er een boer, die is aangeslagen voor 600 stuks vee. En toen heeft die persoon die dat uitzoekt, die heeft dat op een gegeven moment op Google dat adres opgezocht van die boer. En toen zei hij, dat kan helemaal niet, want dat is namelijk een hele kleine stal. Er kan nog geen 600 koeien in. Die kunnen daar gewoon niet in.
Toen heeft hij die boer gebeld. En toen zei die boer dat hij maximaal 170 koeien heeft gehad. Maar dat hij nou helemaal geen koeien meer heeft. Dus dat kun je nagaan. Hè? En dat zijn dan zeg maar van die soort, ja, van die soort van modellen, of weet ik hoe ze dat noemen. Hè? Dat zijn de gegevens waar zij alles op baseren. En dat klopt niet. Dus wij trappen daar niet in. En ik vond het wel mooi om even te lezen aan de reacties dat de meesten van jullie daar ook niet in trappen. Nou, het wordt hartstikke warm deze week. We hebben straks 2 adressen. Vandaag wordt geloof ik 29 graden hier in de omgeving. En dan moeten we morgen naar Leeuwarden, dan moeten we vloerverwarming zagen. Die machine hebben we gisteren al opgehaald bij de werkplaats. En dan, ja, dat is binnenwerk. En dan hoop ik dat het een beetje waait. Geert zal straks even contact opnemen met de mensen, dat we eerder kunnen beginnen. Dat is even met de buren overleggen, dat we om 6 uur of zo kunnen beginnen, of 6:30. Maar in ieder geval niet om 8 uur. Dat is een beetje aan de late kant. Dus we moeten even afwachten dan hoe dat gaat. Nou ja, vanaf donderdag werd het volgens mij alweer wat koeler en van het weekend sowieso. Dus het is maar een paar dagen. En we hebben waaiers. Nou, als de zon schijnt, dan hebben we stroom genoeg natuurlijk, zodat de waaiers kunnen draaien. Die ons, dat de waaiers ons kunnen verkoelen. En dan zal het wel weer meevallen, denk ik. We zijn bij onze eerste klus in Heerenveen. Met deze woning. En dat is voor ons een bekend terrein, want hierachter, ik weet alleen niet of het goed zichtbaar is, maar hierachter heb je de golfbaan. Ja, je kan er doorheen lopen hier. Maar het is helemaal een bekend terrein, want hier, dit is namelijk dit is vrij dicht. Dicht bij bos, zeg maar. En als je hier dan je balletje hierin verdween, dan kun je hem een beetje moeilijk weer terugpakken. Maar hier zie je dus hol 2 is dat. Ja. Er lopen alweer golven. Lekker vroeg natuurlijk. Zonder denken. Het was straks warm. Ik heb weer een beetje vroeg zijn. We kregen net bericht van de opdrachtgever, die moet vanuit Groningen komen, dat hij in de file staat. Een kwartier vertraging. We hebben nog even. Dus 4 zitten erin. 4 op rij. Op kabels. Die gaan hier zo over de vloer. Kabels en leidingen. Ook voor de verwarming. En ook nog eentje daar. Bovenin voor de afvoer van de verwarmingsketel. En dan nog 2 in de wand. Die doe ik vanaf de andere kant. En die zijn voor de kabels van de keuken hier naar de garage. We zijn onderweg naar Sneek. De gaten zitten erin in Heerenveen. En dan moeten we nog 3 gaatjes boren in Sneek. En dan zit het er weer op voor ons. Zoeken we een plekje waar het lekker koel is, waar we de nacht door kunnen brengen. Maar morgen wordt het warm. We zijn klaar in Sneek. Ik heb het niet kunnen filmen. Want de eigenaar die hielp mij mee, die bleef er de hele tijd bij. En ja, dat vond ik een beetje lullig. Het was trouwens ook zo dat er moesten eigenlijk 3 gaten geboord worden voor 25 mm in de betonvloer, in de meterkast. En de installateur die durfde dat zelf niet aan, dus die gaf het risico aan ons. Ja, ik bedoel, ik ga dat risico niet nemen. Hè. Ik zei ook tegen die bewoning, ik zei, je moet eigenlijk aangeven waar die gaten moeten komen. Maar ja, die mannen wisten ook niet hoe die leidingen liepen, dus in overleg hebben we het gedaan. Ik heb hem gehakt, dus dat was ook niet leuk om te filmen natuurlijk. We hebben gewoon een vierkant gaatje gehakt waar die kabels allemaal doorheen kunnen. En hij was hartstikke tevreden. Dus, en daar gaat het om. Hè? Tevreden klant, geen schade. Klaar, opgelost weer. Wij staan nu aan de snelweg, een beetje dichter aan de snelweg. Vlak voor Leeuwarden.
En de wind, nou dat kun je wel horen denk ik, nou. De wind komt van die kant. Dus we staan zeg maar met de zijkant, daar waar de wind wegkomt. Ik ga even weer schuin achter de auto. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind, zoals ik hier nu sta, ik heb eerder het gevoel dat het 18 tot 20 graden is. Terwijl dat het 27 graden is, zeg je ja. Dus ja, ik vind het meevallen zo. Dus dit is goed uit te houden. Moet alleen even zien dat we morgen, als de wind nou, hè, maar de wind is nou zuidwest-west. Zuidwest? Of zuid? Zuidwest, zoiets. En dan gaat hij een beetje richting het westen. Dus dan krijgen we ook nog steeds de wind naar binnen. Dat vind ik wel ideaal. Ja toch? Nou, morgen de vroegverwarming zagen. En dat wil ik nog even zeggen. Onderweg ook kwam ik weet niet hoeveel vlaggen tegen. Hè? Een Nederlandse vlag die op de kop hangt. Nou, ik denk wel 50, 60 op dat stukje wat we hebben gereden. Maar wat ons opviel van het weekend, dat was in Drenthe. Dus vanaf donderdag dat we daarheen reden en zondag weer terug. Dat daar enorm veel vlaggen. Honderden. En eerder 800 dan 200. Dus laten we het maar houden op zo'n 500-600 vlaggen die we hebben gezien die op de kop hing. En Boerenzadoe. Die kun je trouwens ook heel groot kopen nou, hè? De grootte van een vlag. Ja. Dus er zijn er wel echt heel veel meer mensen die het nou doorhebben wat er aan de hand is. En in ieder geval de boeren steunen. Dus dat doet mij wel goed. Hier binnen is het ook aangenaam, echt. Het waait hier behoorlijk doorheen. En het is maar windkracht 2, zegt bij je radar. Moet je eens kijken. Dit is een stukje van de keukenrol. Die ik hier nog voorhoud. Is dat, hè? Oh, dan waait die kant op. Nou, het is heel goed uit te houden zo hier binnen. Ja, kijk eens. De olie is nog steeds goed. Pel, laat ik zo zeggen. Ideaal. Alleen hij gaat niet zo heel mooi dicht. Dan moet ik hem echt even zo aandrukken. Met de schouders. Het is maar een heel dun plaatje. Van een soort plastic, een soort kunststof. Dus als je dat te hard meegooit, dan gooi je hem stuk. En zoals je kon horen, staat er ook nog steeds redelijk wat wind. Het is echt lekker nou hoor. Ja, en je blijft er maar over doorgaan natuurlijk. Maar ik vind het echt lekker zo. Terwijl dat je 30 graden verwacht, en misschien is het dat straks ook wel, vind ik dit reuze mee van. Daar is natuurlijk het voordeel van aan de snelweg staan. Je hebt ook wel wat nadelen natuurlijk. Maar daar kijken wij doorheen. Het is dinsdagochtend, 5:30. En we gaan zo die kant op. Moet eens kijken. Het zonnetje is nog niet opgekomen. Omdat het warm wordt, hè, hadden we afgesproken dat we iets eerder konden beginnen. Dus gaan we 5:30. Of gaan we op 6:00 beginnen met zagen. En dan zorgen we dat we daar zijn. Het is hier vlakbij. Voor mij 8 minuutjes rijden of zo, dat Geert zei. En ja, het voelt nou aan. GHZ, het is 18 graden, maar voor mij voelt het iets frisser aan als ik ben. Maar dat komt misschien omdat het toch nog weer een beetje waait. Een klein beetje waait. En ja, vannacht was het goed uit te houden, vond ik. 29 graden was geloof ik gisteravond. Toen we de gordijntjes dicht deden, zeg maar, op zo'n stukje na. Nou, dan wordt het toch wel een beetje warm binnen. Maar ja, de ventilatoren aan, 2 stuks. En dat was goed uit te houden vannacht. Dus hopelijk vannacht nog weer. Ik hoop dat het wel een beetje gaat waaien straks. Dat we de ramen en de deuren daar open kunnen zetten. Dat er wel een beetje doorheen trekt. En dat scheelt natuurlijk enorm, hè, met de temperatuur binnen in zo'n woning. Als ik aan het zagen ben. En voor de machine is het toch beter. Hè? Want als het zo warm is, dan koelt zo'n machine ook niet heel goed. Dus nou, moet eens even kijken wat het wordt vandaag. In ieder geval binnenwerk. Hè? Ik sta niet in de brandende zon buiten te zagen. Dat scheelt. Ja, dat vind ik altijd wel weer een voordeel.
Het is nu een uur of 10. Deze twee groepen zitten erin. Dan ben ik bezig in de gang. Maar ja, zoals je hebt gezien, de waterleiding was gesprongen. Of gesprongen, daar ben ik doorheen gezaagd. Dus nu is het een beetje opgedroogd, dan kan ik dat even zagen. Daar heb ik het raam losgezet. En hier de deur los. En ja, voor mij is het iets van 20 graden. Ik ben tenminste zo voelt het voor mij. Het is helemaal niet warm. Ideaal, echt. Windkracht 2. Dus ja, ik denk niet dat het goed te zien is. Maar de bladeren aan de boom, zeg maar. Die kun je heel iets zien bewegen. Dus er staat wel een heel klein beetje wind. Zie je dat? Het waait een heel klein beetje. Nou, dat voel je ook wel hier binnen. Niet echt heel erg. Maar in ieder geval genoeg, zodat ik niet zweet. Er staat geen druppeltje zweet op mijn voorhoofd. Ideaal. Nou, ik ga even weer verder met zagen. We hebben een plekje gevonden. De klus is niet klaar. Morgen moeten we er nog weer heen. Dan beginnen we ook weer om 6 uur. En normaal staan we altijd aan die kant. Alleen de wind komt nou echt daar weg. Je voelt het hier gewoon. Hè? Je ziet de takken ook wel bewegen. En dan waait de wind nou ook bij ons zo naar binnen zoals we daar staan. En we staan helemaal achteraan. Er zou hier nog een vrachtauto voor kunnen staan. Hè? Maar die kan helemaal toch hier natuurlijk. En als er dan een koelauto naast ons komt staan, dan heb je er niet gelijk last van. Want we staan natuurlijk verder naar achteren. Dat viel dus weer reuze mee vandaag. Het is wel warm, maar niet echt dat ik er heel erg last van heb. De andere partij die daar dus ook bezig was, onze opdrachtgever, zeg maar, de installateur, hè, die moet dan de leiding in de vloer zien te krijgen. Ja, die hadden wel een lekker koppakking. die waren echt aan het zweten. Maar goed, morgen even afmaken. Morgen zou het 9 graden koeler zijn, dus dat scheelt natuurlijk een heel stuk. Nou, misschien dat ik nog wat van film, hè, daarvan. Maar dan zie je dat in de volgende weekvlog. Bedankt voor het kijken naar deze. Of weekvlog. In de volgende vlog. Bedankt voor het kijken naar deze. En tot de volgende.